Hier dan het duo uit de Sovjet-Unie, Marina Tkachenko en Elena Kantsuba. Zo erg ontgoocheld in het algemeen kampioenschap door die ene uitschuiver. Nu hebben ze alleen nog het individueel, zeg maar, het balanskampioenschap en straks tempo om het goed te maken. En een prettig begin. Ja, je kan zo zien dat daar werk van gemaakt is van die choreografie. Het zijn twee meisjes waarvan de gestalte erg goed met elkaar overeenkomt. Het kleine lichte meisje, maar het ondermeisje is knap wat de gestalte betreft. Tenminste in vergelijking met haar partner die nu in de handen stand en in kracht dit deel uitvoert en overgaat naar één handstand. En dan dat zakken is ontzettend moeilijk tot deze hoeksteun. Ja, dit is toch niet gemakkelijk om dat zo gelijktijdig uit te voeren. Vooral in een o zo simpele handenstand kan er van alles gebeuren. Maar het hoofdaccent in de oefening moet de balans zijn en dat zou dus nu zo moeten komen. Opdrukken naar handenstand. Dat wordt allicht een stand in mooie spagaathouding daar. En keurig uitgevoerde salte voorwaarts. En dat leidt tot dit einde. Een dynamisch ballet van Marina Tkachenko en Jelena Kantsuba. We krijgen straks nog de Bulgaarse meisjes. Scoren erg belangrijk. De Bulgaren vertrekken met 1/10 voorsprongtitel.